Dag 25 november is er een dierenarts voor dood aangetroffen in zijn kliniek dichtbij de Eiffeltoren. De 37-jarige man is om het leven gekomen door verschillende messteken. De politie gaat uit van een misdrijf. De vermoedelijke dader draagt een bolsmasker en verplaatst zich voort op skiers. De dader is gesignaleerd in Nederland in de buurt van Deventer. De politie adviseert om ramen en deuren dicht te houden.